Wij maken meubels waar je op kunt koken. Mark heeft Houtenmeubelaars College gestudeerd in Amsterdam. Mijn achtergrond is architect. En samen kunnen en willen we de mooiste dingen maken van massief hout. Nou, de basisgedachte was dat we meubels gingen ontwerpen en maken. En al gauw werden we gegijzeld door de particuliere aanvragen. Of het niet even anders kon. Ja. Ja, dat kon natuurlijk. Dus het werd al heel snel werd het uiteindelijk maatwerk, meubels. Als wij zulke meubels konden maken, ja, kun je dan ook niet een fantastische maatwerkkeuken voor ons maken? En zodoende is het ontstaan en maken we meubels waarop je kan koken. Alles ontstaat op papier. We ontwerpen echt vanuit het niets maatwerk, producten voor wat de klant wenst. Het is gewoon, je komt binnen en elk stukje hout is anders. Ja, je begint met een nieuw stukje hout, je gaat of spiegelen of we kijken er zo lang naar. Elk stukje hout moet gewoon het mooiste uit de boomstam gezaagd worden, voordat we er mee verder willen gaan. Ja, precies. Tijd is kwaliteit. Ja. Hout is gewoon een mooi product. Er zit zoveel diepte, textuur, het voelt lekker. Ja, het is gewoon heel mooi materiaal mee te werken. Wij zeggen altijd wel, het is eigenlijk heel afgezaagd om te zeggen dat elk stukje hout uniek is. Dat is het ook wel, maar wat wij ermee doen, maakt het echt uniek. Je basis is goed, maar je moet er wel iets mooiers van maken. Het begint op een stukje papier en wij weten hoe mooi dat kan worden. En de klant die vertrouwt ons daarin. En als we dan eenmaal het meubel of de keuken plaatsen. Ja, sommige opdrachtgevers hebben tranen in hun ogen. Die kunnen gewoon niet beseffen hoe mooi het geworden is. En dat zijn voor ons wel, zeg maar, dat maakt het voor ons heel erg waard wat we doen. Ja, dat is niet in geld uit te drukken. Dat is gewoon mooi.